Nee, het is mij wel eens gevraagd of niet dat ik niet, of ik niet binnen de kortste keren weer weg zou zijn. Nee, dat gaan we niet doen. Nou, dat is niet de enige. Nee, maar goed, ik word later deze maand 60. Dus ik ga mooi deze termijn dus even volmaken om te beginnen. En als de gemeenteraad me dan nog wil hebben, dan zou het ook mooi zijn. Ja, hoi, 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 goedemorgen. 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 Allemaal. Mag ik even bij komen zitten? Ja, zou ik dat doen? Ja? Wat? Ik heb je een tijdje geleden op tv gezien. Ja, dat klopt. Ja. Of dat kan. Ja, ja. We zien het hier de hele dag. Ja, dat is nou precies het leuke van het gemeentebestuur, die veelzijdigheid en het schakelen op allerlei verschillende borden en rekening houden met verschillende belangen, op te beginnen natuurlijk de inwoners. En dan kijken, hoe verhouden die zich tot de raad en een gemeentebestuur, dagelijks bestuur, het college, dat dan weer een benadering heeft die, als het goed is, in het verlengde ligt van in ieder geval de meerderheid van de raad. Zo zijn coalities gebouwd natuurlijk. En tegelijkertijd ook wel een eigen verantwoordelijkheid. Je kunt niet aan iedere oprisping toegeven. En je kunt niet ieder geluid dat uit de raad komt of uit de bevolking, kun je niet honoreren. Dat is nou dus hartstikke leuk om belangen af te wegen. Het is op dit moment wel een veranderde tijd. Hè? Er zijn veel oprispingen in de maatschappij, maar ook de politiek. Ja, ook wel veel op reageert. Dus dat is wel moeilijk om daar... Ja, dat is zo. En daarom is de eigenschap van de rechterrug, zal ik maar zeggen, is een hele belangrijke eigenschap. Je kunt gewoon niet alles honoreren. En je moet ook niet de suggestie willen wekken dat je alles kunt honoreren. Dat is ook zoiets waar het openbaar bestuur zijn rekenschap van moet geven. Als er een ruimtelijke ontwikkeling is ergens, dan is het natuurlijk vaak zo dat mensen daar een mening over hebben. En de een is daar blij mee en de ander is daar niet blij mee. Dan wordt er tegenwoordig, terecht trouwens, wordt daar participatie op losgelaten. Dat moet je heel goed doen, dat moet je heel zorgvuldig doen. Maar tegelijkertijd weet je van tevoren dat aan het eind van de dag niet iedereen blij is. Want er komt iets uit. Een gebouw komt er wel of komt er niet. Ik ben geboren in Maastricht, heb de basisschool ook in Maastricht gedaan. En toen zijn we verhuisd naar Alkmaar. Verhuisd met gezin, omdat mijn vader ander werk kreeg. En toen je een jaar of 12? Toen was ik een jaar of 12, ja. Ja. Toen hebben we echt diagonaal zijn we Nederland doorgestoken. Van Zuid-Limburg naar Noord-Holland. Dat is toch wel een verschil, zeg. Dat is een enorm verschil, kan ik je vertellen. Ja, dat is 265 kilometer en qua cultuur is de afstand nog veel groter. Ja, want dat is echt... Dat klopt, ja, dat klopt. Wat kwam je tegen in Nou, Europa? Echt in alle opzichten was dat heel anders. De grap is, ik heb in Maastricht nog wel in de brugklas gezeten. En daar zat ik in de klas met allerlei kinderen uit dorpen, uit de omgeving van Maastricht vooral. Die vooral dialect spraken. Wij spraken thuis wel ABN, maar ik had wel die zachte G en de intonatie. Maar omdat wij geen dialect spraken, noemden ze mij in de klas allemaal een Hollander. En dat is geen compliment als je daar woont. Oh ja? Nee, dat is geen compliment. Dus toen wij, zoals ze in Limburg zeggen, naar Holland verhuisden, naar Alkmaar. Toen kwam ik in Alkmaar op school, de tweede klas. En toen had ik nog wel die zachte G. En toen werd ik een Belg genoemd. En vandaar, dat is wel grappig. Toen ik hier... Kijk, ik heb op die manier dus eigenlijk Noord-Holland leren kennen. En bedoel ik echt Noord-Holland, hè, boven het Noordzeekanaal. Ja, ja, ja. Zal ik maar zeggen. Dat zeg je goed, ja. Ja, ja, nee. Zo voel ik het ook. Omdat ik nu natuurlijk nog uit het Gooi kom. Ja. Vanuit Amsterdam gestudeerd en naar het Gooi ben gegaan. En het Gooi is geografisch weliswaar Noord-Holland. Maar qua cultuur eigenlijk helemaal niet. Het is heel anders. Dus vandaar dat ik het zo expliciet benoem. Ja. En wat we toen tegenkwamen, Noord-Hollanders zijn, maar dat hoef ik mensen hier niet uit te leggen. Hoewel je het wel des te scherper ziet als je van elders komt, moet ik erbij zeggen. Maar met Noord-Hollanders is een beetje, what you see is what you get. Die zijn recht voor zijn raap, die zeggen wat ze vinden. En soms op het lompen af, maar je weet wel waar je aan toe bent. Dus dat mijn broer en ik, wij kwamen dus, hij was ietsje jonger dan ik, maar goed, wij kwamen hier dus. En we hebben ons daar van meet af aan eigenlijk altijd heel prettig bij gevoeld. En ik moet ook zeggen, toen ik solliciteerde naar deze functie in Heemskerk, toen
had ik me eigenlijk nog niet eens gerealiseerd dat ik toch nog zoveel connectie had met het gebied. En nu ik hier terug ben, merk ik toch dat de cultuur, de mentaliteit van de mensen toch heel erg is zoals die ooit. En misschien vinden mensen dat het niet waar is, maar dat is een beetje mijn beleving. Dat het toch heel erg lijkt op die van Alkmaar en de omgeving. En ik sprak met ambtenaren in de organisatie die kinderen hadden op mijn school in Alkmaar. En dan heb je toch veel meer dan je eigenlijk nog gedacht had, heb je een connectie met het gebied. Maar het komt altijd uit mensen zelf. En dat is ontzettend leuk om mee te maken. Daar zie je een taak voor jou. Ik wil om te beginnen, achteraf wil ik mensen daar altijd om complimenteren. En ik zou mensen ook willen oproepen om vooral dat initiatief en die ondernemingsgeest. En niet per se ondernemingsgeest in commerciële zin, maar de ondernemingsgeest. Om die vooral vast te houden, laat ik het zo zeggen. Want dit is wat de gemeenschap zo levendig maakt. En de gemeenschap zo leuk maakt. Eten dat zonder. Weten dat mee.